hallo allemaal, Ron hier van Geoogde.nl en leuk dat ik je weer zie bij een nieuwe video. Het is voor mij een hele tijd geleden en het komt, ik heb heel erg druk gehad met eigenlijk allerlei andere randzaken. We zijn onwijs bezig met ons Magic from Holland project en als je daar meer over wil kijken, dan kun je eens even kijken wat we hebben geschreven in de comments hieronder. Dus moet je maar even kijken, magicfromholland.com, dat is waar ik de laatste tijd heel erg mee bezig ben geweest. En ik ben dus eventjes niet in de gelegenheid geweest om een leuk goocheltruc voor je te uploaden. En laatst was ik mijn kast aan het opruimen, ik ben verhuisd en toen zag ik mijn allereerste goochelboek. En in mijn allereerste goochelboek vond ik een goocheltruc. En ik denk dat het een van mijn eerste goocheltrucjes is die ik geleerd heb. En ik dacht, misschien is het wel leuk om die vanavond of vanmiddag of vanochtend, ligt eraan wanneer je zit te kijken, aan jou zeg maar uit te leggen. Dus dit is een goocheltrucje die ik je heel graag wil laten zien. En het werkt eigenlijk heel simpel. Het werkt met een potloodje. En het mooie van dit potloodje is, dat kan je gewoon, die kan je gewoon lenen. Of die kunnen ze bekijken, die kunnen ze onderzoeken. Daar is niets mee aan de hand. En het werkt ook nog met een fles. Fles mogen ze ook bekijken, kunnen ze ook onderzoeken. Er is ook niks speciaals mee aan de hand. En als je die combineert met een klein beetje magie, krijg je iets boeiends. Check this out. Het flesje, daar is nog steeds niks mee aan de hand. Die kunnen ze onderzoeken. Het potloodje is ook niets mee aan de hand. Nee, er is niets mee aan de hand. Kunnen ze ook onderzoeken. En dat is eigenlijk het wereldberoemde goocheltrucje met de fles. Met de pen in de fles. Of de potlood in de fles. Hey, als jij niet wil weten hoe dit gaat, nou, bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Ik heb nog meer leuke goocheltrucjes op mijn YouTube kanaal. Of natuurlijk op allerlei andere dingen. En als je wel wil weten hoe deze goocheltrucje zijn werk gaat en je bent bereid om te oefenen en je bent bereid om het geheim te houden, nou blijf dan eventjes kijken. Dan ga ik vertellen hoe het werkt. Hoe jij een potlood uit een fles kan laten stijgen. Geleend potlood eventueel. Geleend potlood. Geleende fles, geleend potlood. Wauw, dat kan helemaal niet. En toch ga ik je vertellen. Hey, ik zie je zo. Oké, dan is het nu weer tijd voor het uitleggedeelte. Ik hoop dat iedereen die het geheim niet wil weten of mag weten, nu eventjes niet aan het kijken is. En mensen vragen me wel eens, waarom leg je dingen uit op YouTube? Nou, ik leg eigenlijk alleen hele eenvoudige dingetjes uit. En ik hoop dat doordat jij, als jij dit zit te kijken, dat je denkt, hey, dat vind ik wel heel erg leuk, dat goochelen. Ik wil er meer van weten. En dat is eigenlijk mijn bedoeling. Want de trucs die je op YouTube vindt, zijn eigenlijk alleen maar heel basic en feitelijk alleen maar het geheim. Dat gezegd te hebben, wil je echt leren goochelen? Wil je echt leren goochelen? Wil je bijvoorbeeld privéles van mij hebben? Dat kan. In de omschrijving, check eventjes deze link via magicshop.nl. En ik heb de link ook in de omschrijving gezet. Wat ook kan is een workshop. Ik wil niet meteen reclame maken, maar schiet me even te binnen. Je kan ook een workshop volgen wat misschien leuk is voor een bedrijfsfeest als je wat ouder bent en je hebt een bedrijf of voor je collega's. En als je in je eentje bent of met twee of met twee vrienden, maximaal drie personen, dan kun je ook privéles volgen en dan gaan we een paar leuke goocheltrucjes leren. En ik ga je vooral de basis leren, want vaak zie je op YouTube uitleg en ook bij mijn eigen kanaal zie je eigenlijk vaak alleen maar het geheim en niet zozeer waarom je bepaalde dingen moet doen en hoe je moet afleiden. Want dat is goochelen. Goochelen is veel meer dan alleen maar weten hoe het geheim van een goocheltrucje werkt. Nou, ik ga je nu wel het geheim van een goocheltrucje uitleggen. En eigenlijk is het heel simpel. Het enige wat je nodig hebt is een stukje draad. Kijk, en voor het uitleggen heb ik even gekozen voor een duidelijk, overzichtelijk stuk. Dit is gewoon normaal draad, katoen, ik weet niet. Het is gewoon een stukje draad. En dat draad zit vast met een bolletje wax. Of in dit geval een soort
plakkertje, een zot heet dat, of een dot, een plakstrip. En aan de andere kant heb ik hem aan mijn knoop bevestigd. Ik weet niet of je het kan zien, ik denk het wel. Maar dat kan ook gewoon prima aan je riem of ja, waar dan ook. Nou, dit draad is natuurlijk even voor de uitleg, zodat je ziet hoe het werkt. En waarschijnlijk is nu ongeveer 80% afgehaakt. Top. Mocht je nou wel echt zeggen van, hey, bij jou zag ik een draad niet. Nou, dat klopt. Als jij mijn Street Magic goocheldoos hebt, dan zit dat speciale, nou laten we het maar zeggen, onzichtbare draad hierin. Als je zegt, hey, dat wil ik heel graag, ik heb die doos niet en ik wil die doos ook niet kopen, maar ik wil wel heel graag dat onzichtbare, of dat, ja, dat speciale draad hebben, geef mij even een mailtje, info@goochelen.nl, en dan zal ik je laten zien waar je dat kan kopen. En als je zegt, nou, dat wil ik helemaal niet, dit is visdraad. En visdraad is ook extreem dun. En misschien dat het lichter opvalt nu, omdat we in een soort studiootje zijn. Maar anders is dit ook niet te zien. Dus dat is ook prima geschikt. Nou, hoe werkt het hele goocheltoetje nou? Want ik zei al, je kan een geleend potlood gebruiken. Je kan een geleende fles pakken. Nou, dat kan ook, absoluut. En de reden is, normaal gesproken zit het potlood vast aan het draad. En in mijn geval doen we dat met een bolletje wax. Dus een kleine add-on die ik in de loop der jaren eigenlijk gedaan heb. Nou, hoe doe ik dat nou? Dat bolletje wax of dat plakspul, dat zit eigenlijk aan mijn duim. Ik denk dat mijn draad even te lang is voor het effect. Maar goed, voor uitleg maakt het niet schrik vanuit. Dus dit zit eigenlijk vast. Zit eigenlijk onder mijn nagel. Een soort van onder mijn nagel geplakt, zeg maar. En wat je doet, is je leent een potlood. Of je pakt zelf een potlood, dat maakt niet uit. Geef je even het handen, kunnen ze controleren. Is er wat mee aan de hand? Nee, er is niks mee aan de hand. Dan pak je het potlood terug. En op het moment dat je terugpakt, dan plak je eigenlijk dat draad aan de onderkant van het potlood vast. En dat is 2,5 tel werk. En in die 2,5 tel kan je zeggen, nou, ik heb ook nog een fles. Die mag je ook nog even controleren of daar ook wat, of er ook niks mee aan de hand is. En dan is alles gecontroleerd. Nou, in de tussentijd zit dus het draad bevestigd met het bolletje wax of het draad aan het potlood. Nou, wat doe je nu? Eigenlijk is het heel makkelijk. Dit draad is te lang, heb ik alweer gemerkt. Ik ga even kijken of ik daar snel een oplossing voor kan verzinnen. Maar je laat nu het potlood in de fles vallen. En wat er nu gebeurt, wat ik al zei, deze iets meer strak trekken, zodat je ongeveer ziet wat gaat gebeuren. Ik zal meer zo doen. Wat er nu namelijk gebeurt is het volgende. Het draad loopt in de fles naar de onderkant van de potlood. En dan zo naar bijvoorbeeld je knoop of naar je riem bijvoorbeeld of iets dergelijks. En feitelijk wat je doet is, je beweegt je lichaam nu naar achter. En mijn draad is even te lang, dus ik zal kijken of ik dat op een snelle manier op kan lossen. Ik denk het haast wel. Ja, dat kan op een snelle manier. Nou, wat je nu doet is, dit is meer dan genoeg. En dan moet je experimenteren hoe lang je draad moet zijn. Als je nu namelijk probeert de fles recht te houden, je lichaam een klein beetje naar achter beweegt, dan zal het potloodje heel langzaam uit de fles stijgen. En als je er eenmaal zover is, dan kan je nog verder mee gaan. Maar wat je nu kan doen, is met je duim onder het draad gaan, zeg maar. En daarna ga je omhoog. En als je nu omhoog gaat, je houdt de fles recht en je brengt het draad omhoog, dan gaat het potloodje verder en verder en verder. En uiteindelijk kan je bijvoorbeeld je vinger hier achterhouden, zodat die mooi recht blijft gaan. En zodat hij eigenlijk helemaal uit het flesje stijgt. Nu kan je hem overnemen. Je kan zeggen, nou, de fles kun je even bekijken of daar iets mee aan de hand is. Nou, dat checken ze. En op het moment dat ze dat doen, trek jij het bolletje wax van het potlood af. Dat zit dan weer aan je duim, aan je nagel vast. Die mogen ze onderzoeken. En jij zit vast met een, ja, naar je duim, naar je knoop of naar je shirt of naar je broek, wat ik al zei. En het grappige is, daarna kun je deze bijvoorbeeld op je broek zetten. En dan ben je helemaal clean en loopt de draad van je broek naar je broek. En dan is niemand die dat ziet en je bent ook helemaal hands-off op die manier. Het stijgende potlood.
Dat is het. Dat is alles wat je ervoor moet weten. Een klassieker in het goochelen. Bijzonder leuke goocheltruc. Ik doe hem niet heel veel meer, maar ik heb hem vroeger onwijs veel gedaan. Wat ik al zei, ik vond hem weer bij het opruimen van een boekje. Of een aantal boeken, een hele boekenkast. En een van mijn eerste goocheltrucjes die ik gedaan heb. Ik hoop dat je het leuk vond. Nou, en nogmaals, mocht je het speciale draad ervoor willen hebben, geef me dan eventjes een mailtje. info@magicshop.nl of info@goochelen.nl. Komt allebei aan. En dan laat ik je even weten wat je nodig hebt. Mocht je in bezit zijn van deze Street Magic goocheldoos, daar zit dat speciale spul ook in. Dus hoef je niks voor te kopen. En wat ik al zei, mocht je heel graag een keer een goochelles, een privéles willen nemen, check eventjes de link in de omschrijving. En dan vind je daar alle informatie met betrekking tot de privélessen of de workshops. Hey, bedankt voor het kijken weer. Ik hoop tot snel. Ik hoop dat ik snel weer een nieuwe video ga maken. Ik heb nog een paar leuke ideetjes, want in hetzelfde boek kwam ik nog wat dingetjes tegen. Dus wie weet ga ik dat ook wel filmen. En dan zie ik je hopelijk snel weer bij weer een nieuwe video. Doei!